Is dat volgens jou een moorkop of een roomkop? Deze discussie. Een moorkop. Moorkop, zo ben ik hem gewend. Oké. Okay. Maar wat zei je daarna weer? Een roomkop, zo gaan ze het nu noemen. Ja, beter. Mag ook toch? Een moorkop, want het is er altijd geweest. Ik weet niet wat daar voor je bezwaar tegen is. De moorkop is sinds kort een roombol. En die naamsverandering heeft heel wat ophef veroorzaakt. Wij vragen aan de Rotterdammers wat zij daarvan vinden. Ik bedoel, een moorkop is een roomkop, een roomkop is een moorkop. Mm-hmm. Met wat voor gevoel je erbij krijgt, denk ik. Het past in de huidige tijd. Maar okay. Voor mij is het nog steeds een moorkop. Okay. Kijk naar de oorsprong. Maar ja, sommige mensen vinden het discriminerend. Nou ja, kan. Prima. Ja. En wat vindt u ook? Dus u vindt het gewoon goed dat het aangepast wordt? Of ja, dat ja, kan? Waarom niet? Als mensen er last van hebben, passen ze het toch aan. Ik snap heel goed dat ze er roomkop van hebben gemaakt. Want ik snap dat mensen het, zeg maar, racistisch vinden. Mm-hmm. En de hele heisa erom dat er zo'n groot probleem van wordt gemaakt, snap ik niet helemaal. Maar... Als je het aan mij vraagt, waarom moeilijk doen? Is niet dat de wereld van verschillen is of zo is. Ik kan het van alle kanten en van beide kanten wel begrijpen. Maar ik denk wel dat gewoon de huidige tijd is dat dingen veranderen. Okay. Waarom denk je dat er zoveel ophef om is? Omdat mensen vinden dat het een Nederlandse traditie is. Okay. En dat ze dat niet moeten veranderen, denk ik. Ben ik het zelf niet mee eens, maar ik snap wel dat mensen het denken. Maar ik snap niet dat mensen er zo'n groot probleem van maken als een naam wordt veranderd om iets. Ja. Ja, weet je, wordt er een beetje moe van. Om het me zo uit te drukken. Okay. Ze mogen voor mij best dingen aanpassen en dingen bekritiseren. Maar dan wordt het zo groot opgeblazen. Dan gaat zelfs het nieuws in en weet ik wat. Nou, dat zijn hele andere nieuwspunten, denk ik, op dit ogenblik. Dat vind ik heel vervelend, want ik vind dat wij allemaal toch wat tolerant zijn. Okay. En mensen accepteren zoals ze zijn. De verschillen worden benadrukt in plaats van de overeenkomsten te benadrukken. En dat vind ik heel erg jammer. En daarom vind ik het ook nog steeds een moorkop. Want bedoelde niks anders mee. Het is gewoon de historie dat het een moorkop heet. En die wil ik graag houden. Die moorkop maakt me niks uit. Okay. Als ze maar niet de tompoes een andere naam gaan geven.